Hoe kan ik mijn Instagram-statistieken inzien? Als je echt wil weten hoe je het op Instagram doet, zal je af en toe je statistieken in de gaten moeten houden. Wie kijkt je stories? Hoe scoren jouw posts? En welke berichten doen het misschien minder goed? Om je statistieken in te kunnen zien, moet je een professioneel account hebben. Heb je dit nog niet? Ga dan naar jouw profiel en klik op profiel bewerken. Je kunt dan kiezen voor overschakelen naar professioneel account. Onder de berichten op je feed zul je dan statistieken bekijken zien. Je kunt hier zien hoeveel accounts je hebt bereikt, wat er interactie was, hoeveel likes, reacties en saves de post had, en ook hoeveel mensen jou naar aanleiding van deze post zijn gaan volgen. Om een goed overzicht te krijgen van jouw volgers en hoe zij reageren op jouw berichten, ga je via je profiel naar statistieken. Je kunt hier bovenin de tijdsperiode wijzigen. Via bereikte accounts kun je meer informatie vinden over je bereikte doelgroep. Waar komen zij vandaan? Wat is hun leeftijd en geslacht? Hoeveel volgers en niet-volgers heb je bereikt? En je ziet wat de belangrijkste berichten en populaire verhalen zijn gebaseerd op bereik. Ditzelfde kun je ook zien bij betrokken accounts. Bij belangrijkste berichten zie je hier de berichten met de meeste likes en interactie op reels en video's. Mocht je dus meer interactie met je volgers willen, dan is het goed om te kijken welke type berichten hier hoog scoren. Als je weer teruggaat naar je statistiekenoverzicht en selecteert hier totaal aantal volgers, kun je meer informatie vinden over jouw volgers. Zoals bijvoorbeeld de groei van het aantal volgers, waar ze vandaan komen en wat is hun leeftijd en geslacht. Wat ook interessant is om naar te kijken, is op welke tijden en dagen de meeste volgers van jou actief zijn. Hiermee kun je dan rekening houden bij het posten van jouw berichten. Je statistieken kunnen je dus enorm helpen om je doelgroep beter te leren kennen en te ontdekken of je posts, reels en stories passen bij je volgers. Ik zou dan ook zeker aanraden om regelmatig je statistieken te checken.